dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 6 VBO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben zojuist een esteetje gemaakt en het lijkt me leuk om samen eventjes naar het esteetje te kijken. Dus laten we even kijken naar de toets. Dit is de toets. Een uitwerkbijlage deze keer, altijd leuk. 9 vragen, 43 punten, bla bla bla, formuleblad. En beginnen met de perforatie. Ze zeggen, gegeven is de familie van functies, fpx is bla bla bla. Er is één waarde voor p waarvoor de grafiek van fp een perforatie heeft. Bereken exact de coördinaten van die perforatie. En dan krijg je dan wel liefst 6 punten voor. Nou, dus de functie is dit. Fpx is een breuk. Met bovenin px kwadraat plus 4px plus 6. En onderin x kwadraat plus 1 en x min 2. En nou kijk, die x plus 1 is nooit 0 bij wiskunde B. Alleen die x min 2 kan 0 zijn. Dus als er een perforatie is, dan zit die bij x is 2. Dus de x-coördinaat van de perforatie is 2. Ja, en, maar ja, goed, zo'n perforatie heb je in het algemeen als de onderkant en de bovenkant tegelijkertijd 0 zijn. Dus je wil nu ook dat de bovenkant 0 is. Dus dan ga je zeggen, nou, ik wil dat bij x is 2 de bovenkant 0 is. Dus dan krijg je p keer 2 kwadraat plus 4 keer 2. Wacht even. 4 keer p keer 2, hè? Alles even op dezelfde plek laten staan. Plus 6. En dan willen we dat het 0 is. Maar ja, dit geeft natuurlijk een vergelijking voor p. Hè? Want 2 kwadraat 4 is 8. Dus dit is gewoon 12p. 12p is kennelijk min 6. Dus dan is p min een half. Dus we weten nu dat als p is min een half, dat de bovenkant al 0 is. En dan hebben we waarschijnlijk dus zo'n perforatie. In dit geval is het zeker, was een enkelvoudig nulpunt. Maar als je het zeker wil weten, kun je altijd eventjes een schetsje maken in je grafische rekenmachine. Dus we hebben nu de x, we hebben de p en dan moeten we nog de y vinden. Dus dan moeten we het doen. Wat we willen is dit. We willen de limiet voor x gaat naar 2. Hè, dat is de waarde die niet mag. Van f met op de plek van p min een half. Deze limiet willen we uitrekenen. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eventjes die f min een half eventjes analyseren. Want anders moeten we de hele tijd hier lim opschrijven. Dus we gaan eerst wel even kijken wat we met deze functie kunnen. Okay. F min een half x is min een half x kwadraat plus 4 keer min een half x plus 6. En onder heb je dan die x kwadraat plus 1 en die x min 2. Nou, we willen straks dingen wegstrepen, dus we gaan niet die haakjes aan de onderkant uitwerken. Oké, okay, dus dit wordt dan, zullen we die min een half gewoon even uithalen? Dus dan hebben we hier min een half. En dan hebben we over x kwadraat plus 4x min 12. En die x kwadraat plus 4x min 12, die kunnen we ontbinden. He, zoals in de tweede klas. Dat werd iets met min 2 en plus 6. Dus dan krijg je min een half keer x min 2 keer x plus 6. En aan de onderkant had je dan die x kwadraat plus 1 en die x min 2. Nou, en onder de voorwaarde dat x is ongelijk aan 2, he, we gaan zeggen x mag geen 2 zijn, kun je dit wegstrepen. De reden dat je dit eigenlijk moet opschrijven is dat je aan de nieuwe formule niet kan zien dat je 2 niet mag invullen. Maar ja, het aardige bij zo'n limiet is dat gaan we dan lekker toch doen. Dus we gaan zeggen de limiet van x gaat naar 2 van f min half x is hetzelfde als de limiet voor x gaat naar 2 van ja, dit ding. Dus die min een half keer x plus 6 en dan gedeeld door x kwadraat plus 1. Ja, met zo'n limiet wil je weten van waar gaat dit naartoe als x onbeperkt dicht gaat naderen naar 2. En dat kunnen we ontdekken door die 2 gewoon in te vullen, want er is hier geen probleem meer.
Dus dan krijg je min een half keer 8 gedeeld door en dan x kwadraat plus 1, dat is 5. Dus ik zou denken dat dat iets wordt als min 4 vijfde. Ja, nou dat heb ik in het antwoordmodel ook, dus dat zal wel goed zijn. En dat is dan de y-coördinaat van de perforatie. Dan was er geen apart punt voor de conclusie. Y is dit, x is dit. En deze twee dingen samen, dat zijn dan de coördinaten. Oké, gaan we naar som 2. Wat is som 2? Asymptoten. Dat hadden we nog niet gehad. We hadden alleen de perforatie gehad, maar jullie weten dat er ook asymptoten zijn. En ze zeggen, stel van elke asymptoot van de grafiek van f de formule op. Oké, als je kijkt naar de formule van f, dan staat er fx, x kwadraat min 3x plus 5 aan de bovenkant. En aan de onderkant absolute waarde van x min 1. En wat was ook weer de absolute waarde van x min 1? Nou, dat is gelijk aan x min 1 als x min 1 is groter dan of gelijk aan 0. En het is min x plus 1 als x min 1 is kleiner dan 0. En x min 1 is groter dan 0 kunnen we natuurlijk ook opvatten als x is groter dan of gelijk aan 1. En x min 1 is kleiner dan 0, dat kun je ook opvatten als x is kleiner dan 1. Je brengt gewoon die min 1 naar de andere kant, gebeurt verder niks moeilijks. Verder zie je dat de macht van de bovenkant eentje hoger is dan van de onderkant. En dat betekent dat we waarschijnlijk te maken krijgen met scheve asymptoten. Nou, eerst maar even de verticale asymptoten. Als je onder 1 vult, dan krijg je boven geen 0. Dus je krijgt een verticale asymptoot als x min 1 gelijk is aan 0. Dus dat geeft x is 1, verticale asymptoot. Dat levert maar één punt op. En nu moest je die scheve asymptoten gaan doen. Nou, dat kan je doen met uitdelen. Nou, weten jullie dat ik een enorme hekel heb aan uitdelen. Ik ga het lekker doen met staardelen. En we moeten het doen aan de pluskant en aan de minkant. Voor x wordt heel groot en x wordt heel groot negatief. Let op. Dus het ding wat boven de deelstreep staat, moet hier in het huisje staan. Het ding waar je door deelt, moet hier staan. En dat is in het geval van de grote x gewoon x min 1. Dan zeg je, hoe vaak past x in x kwadraat? Nou, dat past x keer. En dan ga je die x keer die x doen en die x keer de min 1. Dus dan krijg je x kwadraat min x. Dit haal je van elkaar af. Dus dan krijg je x kwadraat min x kwadraat is 0. En min 3x min min 1x is min 2x. Dan heb je hier die min 2x plus 5. En dan moet alles nog een keer min 2. Dus want min 2 keer x is min 2x. Maar ja, dan gaat die 1 ook mee. En dat wordt dan min 2 keer min 1. Dat wordt plus 2. Dus dan houd je over 3. Dus dat betekent dat we die functie kunnen schrijven als fx is. Voor het geval dat x is groter dan of gelijk aan 1. Als x min 2 plus iets dat naar 0 gaat. Dus dat betekent dat de scheve asymptoot is, moet je eerst zeggen i. I is x min 2. Omdat dit ding naar 0 gaat, maar dat komt omdat het de rest is van de staardeling. Maar eigenlijk moet je dat even erbij zeggen, officieel, van dit gaat naar 0. Dus dit is een scheve asymptoot. Als dit niet naar 0 gaat, dan zit er kennelijk nog iets in wat eigenlijk bij de scheve asymptoot hoort. Maar doordat je een staardeling doet, gebeurt dat niet. Dat is eigenlijk het idee. Nou, dan hebben we dat hier gedaan voor x groter dan 1. En dan gaan we dat ook doen voor x is kleiner dan 1. Dus dan krijg je hier min x plus 1. En hier krijg je x kwadraat min 3x plus 5. En dan krijg je eigenlijk gewoon hetzelfde. Dan krijg je hier dus min x. Min x keer min x is x kwadraat. Min x keer plus 1 is min x. En als je dit dan bij elkaar, als je dit van elkaar afhaalt, krijg je die min 2x plus 5. Dat lijkt een beetje wat we net hadden. Ja, dat klopt. En dan zeg je nu van, hoe vaak is min x dan in min 2x? Nou, dat past 2 keer. Dus gaat het keer 2. Dan krijg je hier min 2x en hier plus 2. Haal je van elkaar af, is 3. Dus dat betekent dat je die functie kan schrijven als min x plus 2 plus 3 gedeeld door min x plus 1. En dit dingetje, dat is dan weer die scheve asymptoot. Hetzelfde verhaaltje als net. Dus we hebben 3 asymptoten. X is 1, i is x min 2 en i is min x plus 2. Dat was som 2. Gaan we naar som 3. Wat is som 3?
Zwaartepunt. Gegeven is de massieve homogene vorm de ontstaande figuur. De figuur is ook de uitdrukbijlaag. Oh, wat aardig van de docent dat hij dat heeft gedaan. En dan zeggen ze, onderzoek of het zwaartepunt z van deze vorm buiten of binnen de vorm ligt, maak gebruik van het werkblad. En dan staat er formule bij voor de zwaartepuntvector van een driehoek. Nou, dat is aardig. Ik heb dat formuleblad hier niet op, het werkblad hier niet op gekopieerd op de computer. Dus ik schets het gewoon even. Maar ja, als ik jullie dingen laat schetsen, dan doen jullie het allemaal net iets anders. En als ik een werkblad aanlever, dan heb je in ieder geval hetzelfde uitgangspunt. Dus ja, dat is ook alweer lekker. Lekker voor het nakijken in ieder geval, hè? Want daar moeten we ook aan denken. Zo. Oké, nou dit is een massief homogeen ding, zoals altijd met zwaartepunten berekenen. En dan moeten we dus, dan moet je een assenstelsel gaan bedenken. Dan zeg je, oké, dit is x, dit is y. En dit gebied, dat moet je even in stukjes hakken. En ik denk de makkelijkste manier om het in stukjes te hakken is zeggen van, nou, ik heb hier een driehoekje en ik heb hier een rechthoekje en ik heb hier een groot rechthoekje. En dat driehoekje, dat noemen we even gebied 1, dit rechthoekje noemen we gebied 2 en dit grote rechthoekje noemen we gebied 3. En de coördinaten van de punten, nou ja, dit is gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan gaan we een tabelletje maken met die drie dingen. En dan willen we van allemaal even weten wat het zwaartepunt is en wat de massa is. Hè? Want als je van een gecombineerd ding het zwaartepunt wil weten, moet je het gewogen gemiddelde nemen van de zwaartepunten van de delen met als wegingsfactor de massa. Dus zwaartepuntsvector laten we maar even doen en hier de massa. Nou, 1 is het lastigst natuurlijk, dat is zo'n driehoek. De massa is 3 keer 3 gedeeld door 2. Oké, dat gaat er nog wel. 4,5. Je kan zelfs hier hokjes stellen voor de mensen die het leuk vinden. Het is een makkelijker driehoek dan in de les, gelukkig. Want dat was een beetje in de ruimte. Dan moet je dat zwaartepunt gaan berekenen van die 1. Dus dan doen we hier het zwaartepunt van 1. 1 is een driehoek, dus daar gebruiken we die formule voor die ik gegeven had. Of je gaat het gewoon tekenen, het zwaartepunt, en dan lees je het een beetje af. Maar ja, dat is voor de vraag nauwkeurig genoeg, hè, tenzij dat zwaartepunt... Oeh, ik zie hier een foutje. Is dat zwaartepunt? Maar dat moet zijn zwaartepunt. Ik hoop dat jullie er niet over struikelen. Oké, misschien moet ik errater maken, maar misschien ook niet. Dus, de hoekpunten. Nou, dit zit bij 0,5. En dit zit bij 3,5. En dit zit bij 3,8. Oké, dat moet dan allemaal plus elkaar. Dus dit wordt... Kwam het hier ook zo mooi uit, denk ik dan? Ja, het zal wel. Oké, dus boven krijg je die 3 plus 3 is 6 en onder krijg je de 18. En als je dat dan allemaal door 3 deelt, dan krijg je hier 2... 6. Een mooie zwaartepunt voor de driehoek. En dat schrijven we hier even op. 2, 6. Dan hebben we ook dit gebied 2. Gebied 2, dat is gewoon een rechthoek. En het zwaartepunt zit in het midden. Dus ja, dat is gewoon het midden van de diagonale. Dat kan je gaan uitrekenen. Maar je kan ook gewoon zeggen, nou weet je, het zit bij 3,5 en 6,5. Meer kan het niet zijn. Dus... Als je het wil berekenen, kan dat. Dan doe je gewoon het gemiddelde van dit punt en dan heb je dat punt. De massa is 3. Oké. En dat laatste ding, ook eventjes kijken waar dat midden zit. Ja, ik heb het natuurlijk niet super netjes getekend, maar dat midden zit precies hier bij 5, 4. En de massa is 2 opzij en 8 omhoog, dus 16. Oké, de totale massa moet je de 4,5 en de 3 en de 16 optellen. Dus dat is 23,5. En dan komt de berekening van het zwaartepunt van het hele ding. Het zwaartepunt van het hele ding is 1 gedeeld door 23,5 keer. En dan is het de massa keer de vector. Dus 4,5 keer 2, 6. En 3 keer 3,5. 6,5 en 16 keer 5, 4. Oké, nou, dat is een beetje een vervelende berekening natuurlijk.
Maar goed. Oké, 4,5 keer 2. Nou, ik doe liever 2 keer 4,5. Dat is 9. En 6 keer 4,5 is hetzelfde als 3 keer 9. Dus dat is 27. Oké. 3 keer 3,5 is 10,5. En 3 keer 6,5 is 19,5. Die tussenstap heb ik hier trouwens niet staan. Ik heb het gewoon in de rekenmachine ingetoetst. En dan hier 5 keer 16 is 18. En 4 keer 16 is 64. 18,80, hè? Oké, dat heb ik wel opgeschreven. Dus, nou, wat krijg je dan? Dan krijg je dus 9 plus 3,5 plus 80. Als je in deze rekenmachine, als je het niet als breuk intoetst, dan geeft hij het ook niet meer als breuk. Dus dit is 21 tweede. Ja, dat is helemaal niet goed. 21 tweede, ja. En 80. Zo. Dit moet weg. Ja. 99,5. En dat moeten we dan nog delen door 23,5. Dus dat is 47 tweede. En dat is 199,47. 47ste. Dat is grappig. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik heb hier iets anders op het formuleblad. Maar en dan krijg ik ook meteen een ander antwoord uit. Hey, grappig. Nou, ik moet nog even kijken. Ik denk dat ik het hier goed heb gedaan. Maar ja, ik denk altijd dat ik het goed heb gedaan. Het zegt op zich niet zoveel. 9, 10,5. Ja, dat kan ook niet veel anders zijn, hè? Oké, nou, goed. Dus dat is 199,47ste als breuk. En als getal is dat dan 4,23. Oké. En die onderkant, dat wordt dan 27 plus 19,5. Je kan op deze manier ook dingen intoetsen die breuken blijven op deze rekenmachine. Dat boeit jullie niet, maar volgend jaar boeit het misschien wel. En 64. Zo. Dat moeten we dan ook gaan delen door die 23,5. Dus die kan je ook schrijven als 23 plus een half. Maar die haakjes zijn hier niet strikt genomen niet nodig. Maar als je 23,5 intoetst, dan krijg je geen breuk meer. Dan krijg je 121,27. Ik krijg geen andere dingen eruit. Oké, dat zal er wel. Dit is waarschijnlijk goed. Oh, hier. 221,47ste. En dan hebben we hier 4,7. Oké, dus waar zit dat dan? Want we moeten nog wel even een conclusie opschrijven natuurlijk. 4,23 zit hier. 4,7 zit hier. Hier ergens zou het zwaartepunt moeten zijn. Dus dan zeg je, ja, zwaartepunt zit in de figuur. Ja. Oké, conclusie. Ja, belangrijk. Als je het allemaal keurig berekent, maar je schrijft de conclusie niet op, kost dat in dit geval een punt. Altijd je conclusie opschrijven, want je weet nooit of er een punt in zit. Dan, som 4. De kleinste cirkel. Gegeven zijn de punten A, 3,1, B, 11,3. Stel de vergelijking op van de kleinste cirkel die door deze twee punten gaat. Oké, even een schetsje maken. Dus we hebben hier een asstelseltje. X en Y. En we hebben het punt A, 3,1. En we hebben het punt B, 11,3. Dus 3, 6, 9. Hier zit 11. En hier zit 3, hier zit B. En we willen een cirkel hebben
die door deze twee punten gaat, dat moet de allerkleinste cirkel zijn. Nou, wat je moet opmerken is dat als je de kleinste cirkel wil die door A en B gaat, dan is AB de middenlijn van de cirkel. En als je dat alleen al opmerkt, zeg van, ja, maar kijk, AB moet de middenlijn zijn van de cirkel, dan krijg je een punt. En dan weten we dus ook het middelpunt van de cirkel. Hè. Het middelpunt van de cirkel is nou de x-coördinaten opgeteld en gedeeld door 2. En de y-coördinaten opgeteld en gedeeld door 2. Dus dat geeft, m is 7. En wat is dan de straal van die cirkel? Nou, de straal van de cirkel is gewoon de helft van AB. Hè. Je kan ook gewoon zeggen van MA, dus we gaan gewoon even AM uitrekenen bedoel ik. De lengte van lijnstuk AM noteer ik als AM. De verandering van X is 4, 4 opzij, 1 omhoog, dus dat wordt wortel 17. Dus nu kunnen we de vergelijking van de cirkel opschrijven. We doen gewoon X min de X-coördinaat van het middelpunt in het kwadraat. Y min de Y-coördinaat van het middelpunt in het kwadraat is gelijk aan de straal. In het kwadraat. Dus dit is hem. Oké, leuk. Gaan we naar som 5. De parameter krommen. De beweging van het punt P wordt gegeven door de volgende bewegingsvergelijkingen. Oké. T kwadraat min 1 en 1 plus T en dat tussen haakjes in het kwadraat. De baan van P snijdt de y-as in de oorsprong en in punt A. In de ontstaande figuur is de baan van P weergegeven. Oeh, dat lijkt van een parabool op zijn kant. Oké, leuk. Kunnen we dit ding tekenen? Ja, dat kan. Zelfs deze rekenmachine kan dat. We gaan naar grafiek tekenen. En dan kun je een element toevoegen. En dan kies je als element gewoon een parametervoorstelling, deze. En dan vullen we eventjes de zooi in die er staat. Dus de x. Kijk hoor. De x was t kwadraat min. T kwadraat min 1. Hier werkt hetzelfde als bij jullie. Je hebt één zo'n knop en daar komen dan alle symbolen uit die je meestal nodig hebt. En onderin, er moet ook weg die sinus, er niks mee te maken hebben met die sinus. Dat komt bij een andere vraag wel. 1 plus T tussen haakjes in het kwadraat. Met bovendien. Oké. En dan gaan we hem tekenen. En dan krijgen we hier een klein stukje. En dan ziet hij er ook nog best wel een beetje raar uit. Want hier in de toets loopt hij een beetje plat in de oorsprong. Hè? En hier lijkt het wel alsof hij dat helemaal niet doet. Dus wat kunnen we doen? Kunnen we misschien een beetje inzoomen. De values van x en van y. Ja, weet je wat? Als we x laten lopen van... de auto moet dan uit, ja, want ik wil dat intoetsen. Dus als we het laten lopen van min 2 tot 8. Ja, en dan y ook. Kijk, ziet het er dan beter uit? Ja, meneer, die andere rekening is veel makkelijker. Ja, dat klopt. Het hangt ook een beetje vanaf wat je gewend bent. Kijk, het is handig als hij gewoon het window goed kiest. Ah, kijk, hij tekent de helft van de parabool. En nou moet hij dus eigenlijk ook die andere helft gaan tekenen. En dat we kunnen hem vast wel uitleggen dat hij dat moet doen. Maar de vraag is even hoe. En de vraag is ook even hoe interessant het is voor jullie op dit moment. Oké. Misschien kunnen we bij de puntjes aangeven. Plot restriction. Ah, oké. Okay. T-min. T-min moet gewoon min 10 zijn. En T-max moet gewoon 10 zijn. Zo, hoppa. En als we hem nu gaan tekenen, dan doet hij het wel. Zie je dat? Dat is hem. Oké, dat is mooi. En dan kunnen we ook lopen over de grafiek. Zie je dat? Heel leuk. Oké, goed. Nou, wat willen ze eigenlijk bij die vraag? Want dat is niet helemaal helder. Ze zeggen, bereken de hoek die de baan... van P maakt met de y-as in punt A. Oké, schets. Er staat trouwens breken. Er staat niet breken met behulp van de afgeleide of zo. Misschien kunnen we het wel gewoon berekenen zonder dat we iets hoeven te doen. Laten we even kijken. Ik wil het ook even met de afgeleide doen. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze vraag.
Even kijken, zo. Dus dit is hem. Zo, hij raakt hier mooi de x-as en dan gaat hij zo mooi parabool. Nou, en hier is punt A. We moeten erachter komen waar A zit. En het kenmerk van A is dat x is 0 en dat y is in ieder geval geen 0, want dan zou het in de oorsprong zijn. Dus hoe kunnen we erachter komen? Nou, we gebruiken gewoon de formules. Dus we zeggen x is spieken t kwadraat min 1. Die moet 0 zijn. Nou, dat betekent dat t kwadraat is 1. Dat betekent dat t is plus of min 1. En dan gaan we eventjes de min 1 en de plus 1 invullen voor t en kijken wat y is. Nou, als t is min 1, dan is y gelijk aan 0. Die willen we dus niet. Dus dit zit bij t is min 1. En voor t is 1 is y gelijk aan 1 plus 1 in het kwadraat is 4. Dus we weten ook hier die coördinaat, die is 4. En dit hele schouwspel hier in A vindt plaats op tijdstip 1. Dus als ik nou 1 invul, zit ik in dat punt. Oké, nou even kijken of deze rekenmachine misschien zo een antwoord kan geven zonder dat we al te veel moeilijkheden moeten doen. Calculate. Echt waar? Doet hij niet eens een afgeleide? Oké, nou misschien doet de nieuwe versie dat inmiddels wel, maar de jullie rekenmachine, de TI, die geeft natuurlijk gewoon die afgeleide van die kromme, de di, dx kan die uitrekenen. Maar goed, wij gaan het natuurlijk gewoon met de hand doen, want we zijn stoer. De afgeleide van x is natuurlijk 2t. De afgeleide van y is 2 keer 1 plus t, hè? Met de kettingregel, keer de afgeleide van t, maar dat is 1. En dan moeten we voor t 4 gaan invullen. Dus t is 4. En dat geeft dan als snelheidsvector, laten we even de snelheidsvector noemen, is 8. En 4 invullen, 5, 10. 8, 10. Kijk, komen die dingen mij bekend voor? Nee. Want het moet helemaal niet bij t is 4, het moet bij t is 1. Weet je nog, y was 4. We moeten het doen voor t is 1. Oké, nou, als we het doen voor t is 1, dan staat hier aan de bovenkant 2 en aan de onderkant staat er 4. Dus de vector die hierbij hoort is 2 opzij, 4 omhoog. Ik heb hem nu even te kort getekend, eigenlijk moet ik hem langer tekenen. Wacht even. De snelheidsvector van dit punt hier. Zie je dat? 2 opzij, 4 omhoog. Nou, en dan willen we die hoek weten. Dus dan kan je gewoon zeggen van, nou met inzicht, kijk, dit is 2, dit is 4, en die hoek is dan de shift-angst van 2 vierde. Dus de gevraagde hoek je kan het ook anders doen hoor, is de shift-angst, de arctangens eigenlijk, van 2 vierde met een breuk is. Nou, dan moet je zorgen dat je rekenmachine op graden staat. Graden. Hier, radians, maar weer even degrees. Zo. En dan doen we de shift tangens van, hij zegt atan, hè, van arctangens, van een half is 26, hoeveel decimalen moest het? Kijken. Stond er niet, dus nou, doe het dan maar gewoon op 1 decimaal. Maar als je er meer hebt en ze kloppen, dan is het ook goed hoor. Is 26,6 graden. Oké, dat is leuk. Gaan we naar 6. Voor elke waarde van t bevindt p zich op de kromme bla bla bla, bewijs dit. Oké. Dus x, dat was t kwadraat min 1. I, dat was t plus 1 in het kwadraat. En we moeten laten zien dat dan voldoet aan x min y in het kwadraat is 4i. Oké, nou, laten we eerst even kijken wat x min y kwadraat is. X min y in het kwadraat is x kwadraat min 2xi plus y kwadraat. Oké. Ja, wat misschien makkelijker is om eerst gewoon die i even uit te rekenen en dan hier in te vullen. Lijkt me makkelijker. Dus dit is een beetje, ik denk dat dit niet handig is.
Oké, nou, t plus 1 in het kwadraat geeft t kwadraat plus 2t plus 1. En dus dan krijg je hier t kwadraat min 1 min tussen haakjes t kwadraat plus 2t plus 1 in het kwadraat. Ik ben het nu gewoon aan het invullen. Het gaat hier door. Dus dan krijg je t kwadraat min 1 min t kwadraat min 2t min 1. En dan vallen die t-kwadraten weg. En dan hou je dus over min 2t min 2 in het kwadraat. Maar omdat we toch aan het kwadrateren zijn, kunnen we dat minteken net zo goed weglaten. Dus dat is hetzelfde als 2t plus 2 in het kwadraat. En dan kunnen we ook nog even die 2 buiten de haakjes halen. Weet je nog dat als je had a keer b in het kwadraat, dat was a kwadraat keer b kwadraat? Natuurlijk weten jullie dat, hè? Wiskunde b. Dus, je kan hier die, aan de binnenkant kan je de twee buiten haakjes halen. En dan kan je zeggen, oh, dan mogen ze het kwadraat allebei hebben. Dus dan heb je hier de 2 in het kwadraat, dan heb je hier de t plus 1 in het kwadraat. 2 kwadraat is 4 en t plus 1, dat was i. Dus, dit is 4i, waarmee we dus hebben bewezen dat dit waar is. Leuk. Pas maar 3 punten. Ja, ik dacht, misschien vinden ze het wel moeilijk, dus laten we niet te veel punten erin doen. 2 oppervlakken. Gegeven is de functie e tot de macht een half x van de rechthoek OPQR. Ligt het punt P met x-coördinaat van P is P op de positieve x-as. Oké, dan moet P groter zijn dan 0, dus kennelijk. Het punt Q ligt op de grafiek van F en het punt R ligt op de y-as. Zie de onderstaande figuur. Nou, tamelijk duidelijke figuur. En ze zeggen, bereken exact voor welke waarde van P geldt dat de oppervlakte van W gelijk is aan de oppervlakte van V plus 4? Oké. Nou. De één oppervlak die is tamelijk recht toe recht aan. Dat is V. De oppervlakte van V, dat was een integraal van die functie. Het is gewoon het gebied tussen de x-as en de functie en dan de oppervlakte. Dus dat is letterlijk de integraal. Integraal van 0 tot p van die leuke functie. En dan e tot de macht een half x. Oké, nou dan moeten we die e tot de macht een half x gaan primitiveren. En dat is gewoon e tot de macht een half x. Maar bij differentiëren spuugt die een half uit. Die moet je opeten met een factor 2. En als je dan p invult, dan krijg je 2 keer e tot de macht een half p. En als je 0 invult, krijg je 2 keer e tot de macht 0. Maar 2 keer e tot de macht 0, dat is gewoon 2. Dat is de oppervlakte van V. En de oppervlakte van W. Ja, dat kan je ook doen met een integraal. Maar je kan ook je kan het net ietsje makkelijker doen. Door te zeggen van kijk, dat is gewoon de oppervlakte van de rechthoek. De OPQR min de oppervlakte van V. De oppervlakte van V weten we al. Dus wat is de oppervlakte van de rechthoek? Nou, dat is gewoon lengte keer breedte, zeg maar. Dus dat is p keer e tot de macht een half p. Hè. Dit is e tot de macht een half p. Dus dat is p keer e tot de macht een half p. Min de oppervlakte van v. Dus dat is 2 e tot de macht een half p. Min 2. Dus dat wordt p e tot de macht een half p. Min 2 e tot de macht een half p plus 2. Oké, hey, maar dat is grappig. En wat ik nu dus wil is dat de oppervlakte van w is gelijk aan de oppervlakte van v plus 4. En als je dit gaat uitschrijven, dan gebeurt er iets leuks. Kijk, de oppervlakte van w is p keer e tot de macht een half p min 2 keer e tot de macht een half p plus 2 is gelijk aan oppervlakte van v. Maar die hadden we hier uitgerekend. Dat was 2 e tot de macht een half p min 2. En dan moet er ook nog een plus 4 achter. Nou, het aardige is, min 2 en 4 samen zijn 2. En hier staat ook 2. Dus al die losse getallen hier vallen weg. En dat is de reden dat het exact kan. Die 2 tot de macht een half p gaan we naar de andere kant brengen. Dus dan staat er p keer e tot de macht een half p min 4 e tot de macht een half p.
is 0. Nou, dan haal je die e tot de macht half p bij de haak. Dus dan krijg je p min 4 keer e tot de macht een half p is 0. Nou, dit is nooit 0. Dus dat betekent dat p min 4 0 moet zijn. En dus is p gelijk aan 4. Dus als p is 4, dan is exact voldaan aan deze vergelijking. En dat moest je berekenen. Oké, volgende vraag. De zadelhoogte van meneer Boon. Meneer Boon vraagt zich af of zijn zadel op de juiste hoogte is afgesteld. Dat is altijd iets om je af te vragen. De foto toont meneer Boon op zijn fiets terwijl de linker trapper in de onderste stand staat. De situatie is schematisch weergegeven in de figuur ernaast. Ah, dat is handig. Punt A is de trapas. Dus daar zitten de trappers vast aan de tandwiel. Hè, voor mensen die weten hoe een fiets werkt. T is de trapper. K is de knie van meneer Boon. Dus KT, dat is het onderbeen van meneer Boon. En KZ is het bovenbeen van meneer Boon. En die AZ, dat geeft iets aan van de stand van het zadel. Hè. Dit is van de trapas naar het zadel. Even kijken hoor. Punt Z is het zadel van de fiets. Ja, oké. Okay. Hoek TAZ is precies 160 graden. Dat is leuk. De crank, het onderdeel tussen de trapas en de trapper. Je ziet hier een klein stukje van de crank. AT is precies 17,5 centimeter lang. Ja, we hebben hier ook de foto in kleur. Hè. In de toets krijg je hem alleen in zwart-wit, maar hij is echt in kleur. Het bovenbeen van uw boom KZ is 14,4 centimeter. Onderbeen plus voet KT is 51,2 centimeter. In de optimale situatie is de hoek bij de knie van meneer Boon gelijk aan 140 graden. Met de gegeven hoek K en de lengtes kun je berekenen dat TZ ongeveer 89,9 centimeter is. Bereken de lengte van TZ in 3 decimalen nauwkeurig. Oké, dus voor de mensen die het moeilijk vinden om TZ te berekenen, die krijgen hem hier cadeau, die kunnen ermee verder werken. Maar voor de mensen die even willen laten zien dat ze de cosinusregel beheersen, die kunnen dan lekker even 2 puntjes makkelijk scoren, denk ik. Maar ja, ik zeg wel makkelijk scoren. Laten we eventjes een schetsje maken van de informatie die belangrijk is bij deze som. Want dat is een heleboel informatie. En we willen, wat willen we eigenlijk? We willen TZ berekenen. TZ, die staat niet eens in de tekening, hè? Zie je dat? Dit is T, dit is Z. Die hele TZ is niet getekend. Maar ja, wij kunnen hem wel tekenen, want het is onze schets. Wij zijn de baas. En deze hoek was 160 graden. We hadden ze gezegd volgens mij. Oh nee, 140 graden. Oké, 140 graden. En KT was 51,2 centimeter. En KZ is 44,4 centimeter. Oké. Hey, ik heb een driehoek waarvan ik een hoek weet en twee zijden die eraan vastzitten, maar de tegenoverliggende zijde weet ik niet. Wat je moest doen was de cosinusregel. En de cosinusregel, dat kon je onthouden doordat het was een soort Pythagoras, maar dan extra krachtig. Want die werkt ook als er geen hoek van 90 graden is. Dus, we doen even alsof hoek K 90 graden is. Als hoek K 90 graden is, dan geldt TZ kwadraat is KT kwadraat plus KZ kwadraat. Maar dat is niet waar, dus er moet wat bij. Namelijk min 2 keer deze twee zijdes. KT keer KZ keer de cosinus van hoek K. En merk op dat als hoek K 90 graden is, dan is de cosinus 0 en dan gaat dit hele stuk weg. En dan hou je ook echt Pythagoras over. Dus het is Pythagoras met een beetje extra. En dat is het grappige van de cosinusregel. De cosinusregel is eigenlijk de beste regel. De sinusregel, daar is iets mis mee. Gelukkig is dat in deze som geen probleem. Maar de cosinusregel is gewoon perfect. Geen ambiguïteit in de antwoorden. Oké, we gaan alles invullen wat je weet. Dus je krijgt hier TZ kwadraat is KT kwadraat. KT was 51,2. Plus KZ, dat was 44,4 in het kwadraat. Min 2 keer 51,2 keer 44,4 keer de cosinus van 140 graden. Tjonge, jonge, jonge. Nou, en dat, ja, laten we dat allemaal intoetsen. Dus dan krijg je hier 51,2 in het kwadraat. Plus 44,4 in het kwadraat. Min 2 keer 51,2. Keer 44,4 keer de cosinus van 140 graden. Kijk, dat sluithaakje krijg je er gratis bij. Dat is wel mooi, hè?
De cosinus 140 graden. Nou, dat is dit. 8000 nog wat. 8075 en een beetje. Zo. Ja, en dan moet je nog TZ weten. En dat is de wortel hiervan. Dus gewoon de wortel van ans. Wortel hier. De wortel van ans is 9. Ja, zie je dat? 89,9. Dat hadden ze goed in de toets. Dat is altijd fijn. En dan moest het op 3 decimalen. Dus dan krijg je 8, 6, 5. Nou, laten we dit even opslaan als K. Dus stoor. Dat hebben jullie ook. Hè? Dat zit hier ergens dan. Maar op deze rekenmachine zit er ergens een pijltje boven getekend of zo. Oh, die second pijltje in lettertje K. Zo, dan kunnen we er later mee verder rekenen. Dus ik schrijf even als geheugensteuntje op dat ik hem in K heb opgeslagen. Oké, dat is som 8. En dat is dus gelukt. We hebben de lengte van TZ in 3 decimalen nauwkeurig berekend. Nu kunnen we in driehoek AZT eerst berekenen hoe groot hoek Z is. En vervolgens berekenen wat de lengte is van AZ. Oké, nou, laten we die driehoek dan ook maar even tekenen. Dus we hebben die TZ. Die TZ, dat was 89,8 puntje. Dat was TZ. En wat hadden we nog meer in die driehoek dan? Dat is niet de driehoek met K, maar... Oh, dan moet ik even hier kijken. Maar dat is de driehoek met A. Hè? Dus van T ga je een stukje naar boven. Dan krijg je A. En vanuit A ga je naar Z. En wat is hiervan gegeven? Die AT, dat was de crank. Die was 17,5 centimeter. En deze hoek die was ook gegeven. En die was 160 graden. Kijk, zie, ik was in de war. Ik dacht dat die K 160 was, maar die A is 160 graden. Hé, hey, dat is vervelend. Dus we hebben een driehoek waar we bijna niks van weten. We hebben maar één hoek. We hebben twee zijdes. Nou, dan kunnen we wel de sinusregel opschrijven natuurlijk. Hè? Dus dan kunnen we zeggen, nou weet je, de sinus van hoek A, ofwel de sinus van 160 graden, gedeeld door de lengte van de zijde tegenover hoek A, dat is die 89,8 nog wat. Dat is natuurlijk de sinus van... even kijken. Die hoek weten we niet en die... Deze zijde weten we en die hoek weten we niet. Oké, okay. Dan denk ik dat we daar wat mee moeten. Dus dan doen we hier de sinus van hoek Z. Gedeeld door die 17,5. En dan hadden we nog een stukje. Dat was de sinus van de hoek die we nog niet hebben gehad. Dus dat is hoek T. En dan AZ. En hoek T en AZ weten we allemaal niet. Maar laten we heel even kijken wat ook weer het plan was. Want ze hebben het hier helemaal voorgekoud. Hè? Ik denk dat jullie dit goed hebben gemaakt. We moeten berekenen wat hoek Z is. Ja, dat kan. En dan moeten we AZ berekenen. Dus we gaan eerst dit doen. Oké. Okay. Nou, dan lijkt het me leuk om dit getalletje even uit te rekenen. Sinus 160 gedeeld door K. Hè? Of ik kan het zelfs nog met ans doen. Dus ik doe hier de sinus van 160 gedeeld door ans. Dat is 0,003 nog wat. Dat slaan we even op. Ja, ik wil niet te veel gedoe hebben met de rekenmachine. Dus ik sla het gewoon even op. Dit is eigenlijk gewoon de verhouding. Ik noem het even A. Zo. Dit noem ik even A. Oké. Okay. En nu weten we dus dat de sinus van hoek Z is 17,5 keer die verhouding. 17,5 keer 0,003 puntje. Dus dit keer 17,5. En dat is een getalletje. Dat is 0,0666 nog wat. En die hoek Z is daar de shift sinus van. De shift sinus van dit getal. Dus dat kunnen we doen. Shift sinus van ans. Is, oh, ik had het twee keer gedaan, ik wil één keer. Dus dat is 3,8. Oké. Okay. 3,81 nog wat graden. Dat is hoek Z. Maar nu kunnen we hoek T berekenen. Want die hoek weten we nu ook. Dus nu weten we die hoek ook, want samen zijn ze 180 graden.
Dus hoek T is 180 graden min die 3,81 nog wat graden min de 160 graden van die hoek A. Dus en dan wil ik even terug, dan wil ik dit getal. Dit getal wil ik pakken. Dat moet met een min teken, dus ik doe het even keer min 1. Ja, en dan plus 180 min 160. Dan doe ik eigenlijk wat ik heb opgeschreven, maar dan ja, met een beetje een omweg. Dus 16,181 nog wat. Oké. En wat is AZ dan? Dus nu hebben we dit. Hè? 0,003 is sinus van hoek T gedeeld door AZ. Maar ik wil AZ weten. Dus AZ is de sinus van deze bagger gedeeld door die 0,003. Die had ik opgeslagen ergens. Ja, in A. Ja, oké. Dus, nou, dan doen we sin van ans gedeeld door A is 73,22. Ja, het hangt een beetje vanaf of je tussendoor op zit te afronden. Je kan natuurlijk ook doorgewerkt hebben met de 9, met bijvoorbeeld even met die 89,9. Dat is natuurlijk goed, hè? Dat is hier gegeven in de tekst. Je had kunnen doorrekenen met 3 decimalen nauwkeurig. En ik heb doorgerekend met het onafgeronde antwoord. Dus alle drie is dat goed. Die AZ komt uit op 73, in 3 decimalen. Dus 73,221. Oké, nou dat was AZ. En dat was de toets, lieve mensen. Dat was leuk, toch? Tenminste, dat hoop ik. Dus dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel broer, ja dat is een feit. Fabio of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.